Minister Robert Penu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kreeg gisteren uit handen van zijn collega van RGB, Roline Samsudin, de beschikking over gronden voor het Polytechnisch College en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname. De onderwijsminister noemde het een mijlpaal en is blij dat dit nog in zijn periode is verwezenlijkt. Volgens Penu heeft de opzet van het gebouw nu prioriteit. Hij heeft daarvoor de ondersteuning van de minister van Financiën, Gilmour Hoefdraad, gevraagd, die de banken zo ver moet krijgen om te financieren. Ik zie graag dat het gebouw binnen 1 jaar wordt opgezet, omdat het belangrijk is dat we werken aan de uitbreiding van ons technisch kader, zegt Penu verder. Suriname beschikt momenteel over 3,3% hoger kader, waarvan slechts een klein deel technisch is. Minister Hoefdraad heeft alle ondersteuning aan de opzet van het gebouw toegezegd. Volgens hem komen we namelijk geen stap vooruit zonder educatie. De directeur van het PTC, Robbie Holband, noemt het bestuur van het college de stuwende kracht achter de aanvraag van de grond. Bestuursvoorzitter Ashok Rambali zegt te hebben gezwoegd omwille van de studenten. Het beroepsonderwijs krijgt volgens hem verder een boost omdat de TVET, Technical and Vocational Education en Training, met de opzet van het gebouw een centrum zal hebben van waaruit gewerkt kan worden.